En maar, wat geestig is, het heeft wel even geduurd. We hebben nu formeel zijn we één partij. Dat kostte hartstikke veel moeite tot in Den Haag toen moesten we gaan. Is de PvdA overkomen dat de wethouder weg moet? Het is D66 overkomen dat er één weg moet. Er is het CDA. Zoveel geheugenverlies wordt hier achter gefluisterd. Nee, ik heb geen geheugenverlies, nog steeds niet. Peter Vos, had de oppositie de afgelopen 4 jaar meer te zeggen dan jullie met de coalitie waar het CDA in zat? Nou, ik vind het de vraag van meer of minder macht, het is veel meer van wat hebben we de afgelopen 4 jaar met elkaar gedaan. Heeft het CDA de hele tijd het college op 100% gesteund? Ik lieg. Het is 1 keer voorgekomen dat het CDA een voorstel van het college niet steunt. Mooi om te horen dat inderdaad... Tom Kalthuis, VVD. Zelf geen kandidaat? Nee, geen kandidaat. U houdt meer van het bestuur? Ja, ik denk dat het voor zowel de stad als voor mijzelf beter is om het daarbij te laten. Maar u heeft heel wel deze mooie discussie georganiseerd. Hoe vindt u van de opkomst? Ja, het lijkt mij goed, het is mooi gevuld. Café België is een café waar de politiek veel samenkomt, waar het informele overleg plaatsvindt. Ik denk ook dat het een hele leuke plek is om de reeks van bijeenkomsten te beginnen. De zaak zit goed vol en er zijn veel politici, dus een goede stad lijkt me zo. En wanneer is de volgende? Ik weet het zo niet eens, maar volgens mij 9 december. Die gaat plaatsvinden op een andere locatie. We kijken per keer welke locatie het best past. We komen nog bij het Hooghoest terecht, we komen nog bij Ledenboer terecht. En we zullen gaan afsluiten met een daverend debat in Almen Lounge in het Polmanstadion. Waar op een hele interactieve manier met alle aanwezigen een debat gevoerd gaat worden. Waarbij we zelfs een soort van exit poll kunnen verwachten.